Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft gisteren het startsein gegeven voor de rehabilitatie van de Pandit Tilakdhariweg. Deze straat is de belangrijkste ontsluitingsweg voor Alkmaar en omgeving. De bewindsman zegt dat de weg van grote waarde is voor verschillende groepen. Het is daarom belangrijk dat de weg goed en integraal wordt aangepakt. Het is van eminent belang omdat het een ontsluitingsweg niet alleen is, maar het zorgt ervoor dat de agrarische sector hier goed gebruik van maakt. En u begrijpt natuurlijk dat niet alleen dat het belangrijk maakt, het is nog belangrijker omdat de gezinnen die hier langs deze weg wonen, maar gezinnen te Soelen, Alkmaar en andere gebieden in district Tommewijnen, er gebruik van maken. Er is maar één weg naar die gebieden toe en dat is de Pandit Tilakdhariweg. Natuurlijk moesten we al lang aandacht hieraan hebben besteed, maar we zijn er vandaag om dus samen met de gemeenschap ervoor te zorgen dat we dus de noden die ze hebben, de behoeften die ze kenbaar hebben gemaakt, dat we daar aandacht aan besteden. En we gaan samen met hun ervoor zorgen dat we binnen een mum van tijd deze weg heel mooi kunnen maken. Wat we wel natuurlijk ervoor gaan zorgen is dat de veiligheid ook gegarandeerd moet zijn. Dat we zeggen we gaan met ze praten, dat ze hun gedrag op de wegen moeten gaan aanpassen. We merken dat we als land te vaak te kampen hebben met verkeersongevallen en het leven van elke individu in Suriname is even belangrijk als ieder anders leven en we willen als regering ook daaraan goed aandacht aan gaan besteden. Chotkan gaf aan dat de lozingen en de infrastructuur van nutsbedrijven ook worden meegenomen in dit traject. Hij deed een beroep op de ondernemers van de buurt om zuinig om te gaan met de weg. Parlementariër Jenny Worsoli-Kromme wees op de noodzaak van de rehabilitatie van deze weg. Ze noemt de start van dit project een mooi moment voor Suriname. Ik moet eerlijk toegeven dat er ook eerlijk gezegd geen hoop en geen geloof meer bestond dat deze weg zou worden aangepakt. Echter zeg ik altijd ook, hoop en geloof doet leven. En als je als Surinamer gelooft in je land en de regering van jou, is niks onmogelijk. Dus neem dat ook mee. We weten allemaal in welke staat delen van deze weg zich bevonden. Het was behalve onprettig ook heel gevaarlijk. En over deze weg begeven was echt een idee. Echt waar. Ik ben zo lang, ik ben ook bang. Je bent een van de mensen die klagen toe, want je bent zo net gekomen. Maar ben je klagen jij naar buurt? Ja, zeker. Gevaarlijk schrijf ik. Ik ga naar Brom vooral. Ik heb de wagen door rekening naar je schrijf. Ik heb al te zien. En nu je breed je dat aan ons zitten? Ja, ik moet zitten voor zitten. Ik heb breed je kom. Nu je nog maar breed je wat aan ons zitten tegen naar pas hij begin. Ik zeg het. Zade. Nou, lukken we nu voor zien. Ten is aan mijn wagen. Ga alhamdulillah se misre ni sarmi wagi tru wan apa sih samere ta apa sih poi ta bina alamu mi seta understand ai for sake hebi ai tati apa sih ne bro kok kama kelek tu ere isa bitok wan de madelan bawar e borap e boro ondra gro dai bro kapasi. Dat waren enkele buurtbewoners van Alkmaar en daarvoor assembleelid Jenny Worsoli-Kromme. Gisteren is het startsein gegeven voor de rehabilitatie van de Pandit Tilakdhariweg in Kommewijnen.